U bent een teller van de Molkenboers. Waar moeten wij de Molkenboers van kennen qua artiesten? Nou, ze waren voornamelijk bekend eigenlijk in de tweede helft van de 19e eeuw. En de vader van Anton Molkenboer, waar we het hier over hebben, dat was eigenlijk al een bekende figuur. Die was namelijk directeur van de Rijksnormaal School voor Tekenonderwijs. Dat was in het Rijksmuseum. Dus het waren de kringen van Pierre Cuypers en ja, allemaal katholieke kunstenaars uit die tijd. Toen waren ze heel beroemd. Dit is Anton Molkenboer geschilderd door... Door zijn broer Theo. Dat was een hele goede portretschilder. Ja, in het jaar 1896. Ja. En toen was, 2 jaar daarvoor was Theo Molkenboer al, zij waren beide toen heel jong eigenlijk, begin 20er jaren. En ook al heel erg bedreven, omdat ze dus in die kunstenaarskringen als kind waren opgegroeid en al leerden tekenen enzovoort. En... Theo die begon zich toen te ontwikkelen als portretschilder. Daar koos hij toen ook voor. Mede omdat hij dacht, dan kan ik dan later een goede boterham mee verdienen. Want dat was natuurlijk ook in die tijd heel belangrijk. Ja. En toen heeft hij eerst familieleden geschilderd. Het portret van zijn moeder is heel erg bekend. Dat is in het Drents Museum aanwezig. Dat was in 1894. En in 1896 heeft hij Anton dus geschilderd. In Anton's atelier. En dat heb ik dus nagegaan. Dat was op de Ceintuurbaan nummer 388. Zijn woonhuis atelier. Je ziet ook gedeeltelijk hier dat het woonhuis is. Ja. Okay. En de rest van de werken, dat is van geschilderd door Anton. Het heeft allemaal betrekking op Anton. Ja, omdat we daar natuurlijk dus... Zo moet je dat zien. Dat is dus dan weer later... Dat, dit speelt in 1942, deze is uit 1942 en dat is 1943. En heb ik dat nog eens eventjes goed bekeken de laatste weken. In die periode was het zo dat het had een enorm groot atelier in de Van Beuningenstraat in Den Haag en er werd plat gebombardeerd. Dus in die oorlogsperiode. En toen zijn ook heel veel werken zijn toen verloren gegaan. En ja, toen hadden ze natuurlijk niks meer. En toen zijn ze naar Haarlem gegaan. En in die periode van 1942-1943 zijn er dan deze twee portretten. En dan is deze, waar hij zo zorgelijk kijkt, volgens mij nog gemaakt in Den Haag. Maar wie is dit? Anton. Oké. Zelfportret. Ja. En dit is volgens mij, dit is een jaar later, of ongeveer 8 maanden later. Dan zitten we in 1943. En ik denk dat hij dit dan in Haarlem heeft gemaakt. Het was dus in die periode van dat ze switchten van Den Haag naar Haarlem. Maar wat is er dan met deze vrouw precies? Deze vrouw, dat heb ik dus een ontdekking van mezelf. Want ik heb dit dus geërfd een paar jaar geleden van mijn zuster. Die was overleden. Toen heb ik dat zo bekeken. Toen zag ik dus rechtsonder staan dat het geschilderd is in januari 1907. Ja. Toen dacht ik, ja, maar mijn moeder is geboren op 11 augustus 1907. Met andere woorden, mijn grootmoeder, die we altijd Bommama noemden, want ze was dus van Franse oorsprong, die moet hier dus in verwachting zijn van mijn moeder. Ja, of moet zijn, is gewoon. Ja, precies. Dat vind ik wel opmerkelijk. Dus ik kan er eigenlijk wel een beetje met moeite afstand van doen, want er zit dus eigenlijk een persoonlijke noot in. Maar goed, ja. Het wordt op de veiling aangeboden, omdat we inmiddels een paar generaties verder zijn. En... Dus mijn moeder en haar twee zusters, die hebben natuurlijk toen Anton Molkenboer overleed in de jaren 60 en zijn vrouw ook, hebben dan natuurlijk zeg maar 1/3 gekregen van wat er dan nog in familiebezit was vanuit zijn huis in Heemstede. En dat is nu weer een beetje bij elkaar gekomen door wat hier staat, omdat een paar van mijn broers en zusters inmiddels ook zijn overleden. Ja, dit is dan eigenlijk over nu. Als dat goed je vraag goed beantwoord. En ook vanwege de goede relatie met dit veilinghuis om me dan te veilen. Ja.